Het is een glunder, hè? Vannacht is juffrouw Niftering gestorven. Het was het hart, haar hond zit voor de ramen. Het stomme dier, ze waren altijd samen. Hij heeft haar hele eenzaamheid georven. Want 60 jaren leefde ze alleen. Maar dapper weet u, klagen deed ze niet. Ze was dat is gewoon, zeg. Ja, toch? Voor verdriet. Yo. En eer ze eraan toe kwam, ging ze heen. Doe-doe-doe-tam. Tiri-tam. Doe-doe-doe-tam. Tiri-tam. Ze werkte heel haar leven bij de post. Waar ze blijmoedig iets sorteren moest. In de vakanties ging ze altijd maar naar Soest. In zo'n pension waar het zo weinig kost. Ze hield van boeken met een vleugje robotiek. Haar strijd heette de Anti-Vivisectiebond. Bij al die vreedheid dacht ze aan de hond. Kom op. En voor de hond. Alleen dat daar ja terug. Doe-doe-doe-tam. Tiri-tam. Doe-doe-doe-tam. Tiri-tam. Wat fascinerend dat u nu een engel bent. U was zo corpulent. Kom jij naar hier halen? Kom jij dat daar halen? Ja, natuurlijk. Ah, kan je micro meenemen? Ja, zou ik die nog nodig hebben? Ja, we gaan even praten. Hè. Ah, we gaan even praten. Ja, daar zitten de juryleden en ik sta even bij jou. Walter. Hey. Maar Walter, moet het misschien eens uitleggen wie dat Lea is. Want voor heel veel mensen... Dat is Merlina. Merlina. Allee, kom jongens. Ja. Natuurlijk. Iedereen Merlina. Kent haar als Merlina. Merlina. Je hebt mij tot tranen bewogen. Ja. Je hebt mij... Omdat ze vals zong? Nee. Omdat je het verhaal zo mooi vertelde. Ja. En we werden eigenlijk... We hebben vergeten te drukken, hè? Nee. Ik zat echt zo met een knop en ik was echt aan het twijfelen. En toen kwam de da-da-da-dam. En... Toen werd je niet meer da-da-da-dam. Ik was ook helemaal... Ik wist niet wat ik... Ja. Weet je, we zitten hier in een wedstrijd. Ja? We mogen maar 4 mensen meenemen. Het zou een prachtig verhaal zijn had jij The Voice mogen winnen. Dat is gewoon iets... Dat iets magisch geweest. Maar ik denk niet dat erin zat. Dus ik ben er gewoon eerlijk in. En ik heb er enorm van genoten, wat je hier gedaan hebt. Ja. Ik voel me echt geprivilegeerd. Echt. Ik sta hier te trillen op mijn benen naast zo'n grote madame die naast mij staat. Voilà, fantastisch. Echt waar. Lea. Zoveel lof kan tellen, hoor, zelfs voor mij. Maar mag ik even onbeschoft zijn? Eigenlijk niet. Ik verwacht dat niet van u. Maar allez, doe maar. Mevrouw Cousin, hoe oud bent u nu eigenlijk? Hoe jong ik ben. Jong? Ik ben 1 jaar ouder dan mijn tantjes.
Dag Lea. Zit jij hier? Lea. Lieve mensen, dat gebeurt mij zelden dat ik geen woorden heb. Ah wel, nu heb ik er geen. Ontzaggelijk bedankt voor dat. Natalia heeft het al heel mooi gezegd. Die zei, ik ben echt geprivilegeerd dat ik dit heb mogen meemaken. Wel, ik denk alle mensen hier in de studio die hier dit hebben mogen meemaken, dat die allemaal een warm plekje in hun hart hebben voor jou, Lea. Dank je wel dat je dit voor ons bent komen brengen. Ja. Alsjeblieft. Het is wel waar. Nog zo blij dat ze er is. Echt waar. Ik ga je meepakken. Lea, goed aan! Oh,